Ik zit hier vanmiddag met uh, Wim Verzalingen en uh, Jan Verwijk. En zij zijn de organisatoren van een enorm grote fietstocht. Die binnenkort gaat plaatsvinden. Of binnenkort uh, over een aantal maanden. Uh, kunnen jullie er iets meer over vertellen? 8 juni gaan we fietsen voor uh, Pim Mensen. En dan uh, proberen we geld uh, bij elkaar te brengen voor uh, ALS. Nu weet ik uh, dat er een behoorlijke afstand zit. En uh, welke afstanden kunnen mensen fietsen? De 145 en de 280 kilometer. Nu neem ik aan dat tenminste, ik, ik, ik fiets nooit bijna. Wordt er van tevoren nog iets georganiseerd dat mensen kunnen meetrainen? Ja, dat willen we eigenlijk wel, hè? want we hebben ook een toeklub Gauwsee in Monnikendam. Die is ook sinds kort in het leven geroepen. Dus daar kunnen de mensen mee fietsen. Nou ja, 145 kilometer, je moet er toch wel voor trainen. Mooie prikkelende afstand, dus nou ja, laat mensen maar hun best doen. Wat zijn de kosten om mee te mogen doen aan deze fietstocht? Voor 20 euro. Ben je een hele dag verzorgd, drinken, eten, alles erbij. Je moet denk ik zelf je fiets meenemen. En s'morgens om 7 uur je bed uit om te starten bij het speel. En de 7 uur starten is voor zowel de 145 als de 280 kilometer? Nee, nee. De 145 die start om 8 uur. En de mensen die de 280 fietsen, die zijn even bezig, 12 uur zo'n beetje. Die mogen even eerder, 7 uur. Um, hoeveel mensen hebben de vorige keer meegedaan met de, de, de rit voor de kankerbestrijding? Toen um, moesten we er even afwachten. Maar uiteindelijk hebben er uh, ongeveer 100 mensen toen meegedaan. En uh, nou ja, dat was uh, voor ons als organisatie goed te wapen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om uh, dit jaar geld op te halen voor dit doel? Nou, eigenlijk uh, bij de uitvaart van, uh, van uh, Pim, van Pim Mensen, uh, had Pim. Een nadrukkelijke wens uh, van ja, doe geen bloemen of andere ingewikkelde dingen, uh, doe iets voor ALS. Uh, nou, toen keken Wim en ik elkaar aan en toen zeiden we van nou, uh, omdat we vorig jaar gefietst hadden voor het goede doel, uh, wilden we dat dit jaar ook weer doen. Dus ja toen was eigenlijk het idee al door één blik naar elkaar te werpen, was het idee geboren om uh, nou, Pim Mensen Memorial uh, te doen op 8 juni. Uh, om, om, om te gaan fietsen. Dus daar is het idee toen eigenlijk wel geboren. Dus zijn we s'avonds nog bij elkaar gekomen van ja, gaan we dat doen? En toen was het al snel van ja, dat gaan we doen. Wel nog even aan Johanna vragen natuurlijk. En uh, nou, die vond het helemaal geweldig. Dus die heeft er meteen ook toestemming voor gegeven. Dus vandaar. Nou, namens Omroep Pim sponsoren wij onze cameraman Hans. Hans gaat had, uh, had mee fietsen. Ik, we hadden gehoopt dat hij 280 ging doen, maar hij doet 145. Maar uh, volgens mij is dat... Het, uh, is, is hij welkom? Hans is hartstikke welkom. Dan moet Hans maar mee gaan trainen met Tour Club Gauze. Dan uh, komt het helemaal goed op 8 juni. Uh, als mensen iets meer willen weten over Tour Club Gauze, want die is pas opgericht, heb ik begrepen. Dat kunnen ze ook op de website vinden? Dat is nog uh, in behandeling, maar dat komt op dezelfde website terecht. Ja. Oké, okay, nou nogmaals hartelijk dank voor het interview en uh, heel veel succes ermee. Jij ja, ook, bedankt.